Dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag. Dan moet je eigenlijk altijd een heel passend antwoord hebben. Het is een boek over eigenlijk een uitleg waar wat iemand beweegt om bepaalde dingen te doen. En dat is een beetje een soort van terugkerend thema. Dat heb ik in het boek? Nou ja, in dit boek, maar ook, ik bedoel ook in mijn vorige boek was dat eigenlijk ook een thema. Rood licht. Ja, dat ging over een meisje dat slachtoffer werd van een loverboy. En eigenlijk heb ik dat geschreven in de tijd dat iedereen het had over hoe naïef je dan zou zijn. En dat het alleen maar domme meisjes zou overkomen. En ik wilde eigenlijk juist uitleggen hoe je in zo'n situatie terecht zou komen. En dat heb ik nu weer willen doen. En dat je helemaal niet dom hoeft te zijn om slachtoffer te worden. Ja, juist, precies. Ja. Ja, dat het eigenlijk iedereen kan overkomen als je maar verliefd genoeg bent. Dat is eigenlijk de truc. Met die verstande dat... er vallen in dit boek ook slachtoffers. En die slachtoffers zijn dan niet slachtoffer van verliefdheid, maar van iets anders. Hè? Ja. Van misschien wel dommigheid. Of, Ja, het is misschien een gebrek aan bij Sam in dit geval. Die gaat natuurlijk het verkeerde pad op. Dat is je belangrijkste personage. Ja. Ja, dat is een jonge jongen en die heeft een zeer traumatische gebeurtenis meegemaakt. Zijn beide ouders zijn omgekomen in een familiedrama. En daarna moet hij het eigenlijk zelf zien te redden. En dan is hij 16. En het verhaal speelt zich af 2 jaar later, als hij 18 is. En dan zie je hem eigenlijk gewoon de fout ingaan. En dan zie je... Je begrijpt wat meer waarom hij bepaalde keuzes maakt. En waarom hij zijn opleiding niet afmaakt. En waarom hij voor de makkelijke weg gaat in zijn visie.